hoofdadvies. Dat ga ik u als eerste overhandigen, alsjeblieft. Het advies houdt in dat we een luchthaven hier kunnen ontwikkelen tot 45.000 vliegbewegingen. We kunnen hier waarschijnlijk van start in 2015. Dat betekent dat hier een baan aangelegd moet worden, 2100 meter, 45 meter breed. Dus er moet een heleboel nog gebeuren. Maar we weten nu bijna zeker, als we alle uitwerkingen daar achter de rug hebben, dat we in 2015 echt kunnen beginnen. Schiphol is de grote luchthaven. Maar voor Schiphol, zoals het er nu voor staat, kunnen er maar 500 tot 10.000 vliegbewegingen komen. Zoals het lijkt, in 2020 zullen er 580.000 vliegbewegingen zijn. Dus er is meer behoefte dan Schiphol kan accommoderen. Voor wie is dit advies van toegevoegde waarde? En nou, voor iedereen. De regio die wil werkgelegenheid, die wil een goed vestigingsklimaat hebben. Het is van grote waarde omdat we heel veel onderzoek hebben gedaan naar de samenhang met de natuur. En daar komen meer goede adviezen uitvoert dan alleen nodig is voor de luchtvaart. We hebben heel goed kunnen praten met de boeren die er in de omgeving aan het werk zijn en hoe dat verder zal moeten. Dus er zitten heel veel elementen in voor die verschillende partijen. Voorhal wel een toast uitbrengen op de ontwikkeling van de luchthaven. Proost.